Ik ben Esther Eenhuizen, 33 jaar. Ik woon in Stannenbuiten, alleen. En ik heb in Wageningen gestudeerd, milieu en gezondheid. Omdat het monument is voor mij heel belangrijk. En niet alleen omdat ik bij het herdenkingscomité zit, maar ook omdat ik persoonlijk gewoon een band heb met een aantal van de veteranen van de Timberwolf-divisie. Dus het logo zie je ook onderin, het monument zie je terug. En ik denk dat het belangrijk is om af en toe stil te staan bij het feit wat... Nou ja, goed, wat zij gedaan hebben voor onze vrijheid. Ik ben naast het herdenkingscomité ook betrokken bij het Oranje Comité hier in het dorp en de Sinterklaasintocht. Verder ben ik af en toe verkeersregelaar bij evenementen. En ik spreek graag met vrienden wat af. Klinkt heel afgezaagd waarschijnlijk, maar mijn ouders zijn wel mensen waar ik gewoon tegenop kijk. Ik denk dat ik van hun ook heb meegekregen dat je klaar staat voor iemand anders. Als iemand vraagt van goh, kun je even helpen, dat je dat doet. Ik ben heel trots op het feit dat ik mijn studie af heb gerond. Nadat ik in mijn vierde jaar ziekte van vijver heb gehad. En dat eigenlijk niet meer helemaal over is gegaan. Wat over is gegaan, chronische vermoeidheidsklachten. En dat ik na 10 jaar moeilijk doen uiteindelijk toch dat papiertje binnen heb weten te slepen. Misschien dat ik een paar schoenen had moeten kopen toen ze nog in de winkel stonden. Toen ik de week later terugging, toen ze weg waren. Dat is jammer, maar echt grote dingen, nee. Ik denk dat ze van iemand die bij GroenLinks zit niet verwachten... Dat ik het heel erg leuk vind om in een Amerikaanse legerjeep uit de Tweede Wereldoorlog een dagje rond te toeren. Het mooiste geluid wat er is als die motor start en je dan wegrijdt. Als je iets wil doen, moet je het gewoon doen. En niet heel lang over nadenken. Je moet gewoon gaan doen, lukt het niet? Nou ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.